Ik mag ook even in mijn eigen kookboek kijken. Nee, Marij, we hebben geen kookboeken nodig, toch? Speak for yourself. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Proef nou lekker! 5 minuten! Dit is Wat Bakken We Ervan. Hallo lieve mensen, ik ben Marije, dit is mijn keuken en mijn gast van vandaag is Jet van Nieuwkerk. Schrijver, presentatrice, auteur van 3 kookboeken, dus ik kan net zo goed meteen mijn trofee al aan haar geven. En mijn sportmaatje, Jet. Kom er maar bij. Oh, ik mag. Joehoe! Yay! Oh, gaan we. Hallo! Hallo. Oh, je mag meteen naar je workstation dacht toe. Ik zeg je nog even gedag. Heb je er zin in? Ik heb heel veel zin spannend. In. Ik ga je meteen van je apropos brengen. Nee, ik heb heel veel zin in en ik heb gear meegenomen. Oké. Okay. Zal ik het echt laten zien? Kok betaamd. Een rasp. Die heb je vast wel in huis, maar ik dacht straks heb jij die rasp en heb ik hem nodig. En? Wauw. Een Spirelli. Wauw, oké. Okay. Kun je sliertjes weer maken? Je weet het niet. Ik weet niet wat ik krijg, maar wie weet heb ik het nodig. Ik vind dit nu al een pro-move waar ik erg van onder de indruk ben. Ik heb er zin in. Mijn hartslag is wel een beetje omhoog. Ik vind het wel spannend. Jij weet ook niet wat erin zit, hè? Wij hebben 2 tassen opgehaald via Too Good To Go met eten wat dus anders verspild wordt of weggegooid wordt. De spelregels zijn simpel. Je hebt 45 minuten de tijd om een gerecht te maken. Mag lang, gewoon één bord. Wees zo creatief mogelijk. Nou, dat hoef ik jou trouwens niet te vertellen. Je mag een joker inzetten. Dat betekent dat je 10 minuten de tijd hebt om naar de supermarkt te rennen met een budget van 3 euro om een ingrediënt te halen wat je eventueel nog mist voor je maaltijd. We zijn nu bij een hele andere locatie geweest om deze Magic Box op te halen dan de vorige afleveringen. Dus het is ook voor mij een verrassing wat erin zit. Max is de jury en die gaat ons beoordelen op smaak, creativiteit en presentatie. Daar ben ik het al niet helemaal mee eens dat Max de jury is. Het is namelijk jouw man. Geloof me, hij is niet partijdig. Want okay. Ik kom er nog niet zo heel goed uit de verf meestal. Nou, ik heb Max net 10 euro in zijn zakje gedaan, dus het komt goed. We hebben even een paar seconden om de tas te bekijken en dan gaat de timer in. Je mag dingen zoals olijfolie en zout en peper en zo mag je gewoon gebruiken. Het is allebei hetzelfde, toch? Nee. Oh, het is geen... Oh! Oké, jij mag er eentje uitkiezen, ja. Zonder te kijken. Ja. En dan gaan we van start. Oké. Okay. Ja? Oh, zwaar. Oh jeetje, rode bessen, oké. Okay. Zoete aardappel. Mozzarella, lekker. Oh, ik heb gewoon lasagnevellen. Ik wou zeggen een halve aardappel, maar het is gember. Knoflook, een wortel. Ah, ik heb verse kruiden. Oké, ben je er klaar voor? Ja. En de tijd gaat in! Ja, ik ga gewoon even rustig nadenken. Dat is slim. Ik raak altijd erg onder de indruk van mensen die meteen aan de slag gaan. Dus ik vind dit prettig. Oh, en mag ik eieren gebruiken? Je mag eieren gebruiken. Ik heb nog denk ik 2 eieren. Maar ik weet niet of ze vers zijn. Dus je moet ze even testen. Ruiken. En meel of zoiets? Ruiken? Als ik het openmaak moet je even ruiken. Oh, maar je kan het ook van tevoren testen in water. Oké, okay, als je het ei in water doet en hij drijft, dan is hij niet meer goed. Als hij in de bodem zakt, dan is hij goed. Maar hoe haal je een ei uit het water? Mensen. Met je hand? Maar hoe gewoon in een glas. Maar dan zit een ei in het Wie water. Wie is die nou de kok? In de schil. Oh zo! Ik dacht dat je hem open moest maken. Mogen we meel of zo gebruiken? Ja, meel mag. Oké, willen jullie ook weten wat ik ga maken? Of ja, zou ik dat... Okay. We horen graag jouw gedachten along the process. Okay. Ik denk dat ik groentekoekjes ga maken. Oké, ik heb wederom geen flauw idee. Er zijn wel veel opties. Tagliatelle met abrikozensaus. Mm. Je mag altijd, tegen betaling kan ik je tips geven. Tegen betaling? In natura? Nou ja, daar wil ik wel over praten. Je kan toch een pasta saus maken? Ja, dat kan ik. Maar ik wil toch even uitdaging. Ik moet toch even iets spannends doen. Misschien kom ik indirect door jou op ideeën.
Ik kan nu geen groentekoekjes meer maken, want dat was echt wel ook heus mijn groentekoekjes, idee. Groentekoekjes, hey. Wat is dit nou weer? Nee, het is gewoon vers. Is gewoon prima. Jij bent nog niet begonnen? Ja. Maar hoe gaat het verder met je? Ik reageer hier niet op. Ik ga jou even afleiden met een stelling. Zelf koken of uit eten? Oh, allebei. Nee. Zelf koken. Zelf koken toch wel? Ja, als ik moest kiezen. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik denk dat het goed is om water op te zetten. Oh, handen wassen. Oh, heb je niet gedaan. Oeh, ik ook niet. Was dat de enige stelling? Kom op, meer stellingen hoor. Koken op gevoel of netjes afmeten? Oh, gevoel, sowieso. Echt? Met bakken doe ik altijd afmeten, want dat luistert heel nauw. Maar niet met eieren koken of hoe lang iets in de oven moet. Gewoon kijken. Proeven. Zo leer je koken, vind ik. Wacht, misschien moet ik gewoon een soep maken. Groentesoep. Ja. Dat is wel echt, dat komt omdat ik een tip gaf, hè? Dus ik vind Jij hebt niet soep genoemd, Ik zei groentesoep. 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 Nog een dingetje. Onderdeel van de creativiteitsscore is dat je een originele naam voor je gerecht moet bedenken. Oeh, daar kan ik nou weer gestrest van raken. Favoriete gerecht om thuis te maken? Linzenstoofje bijvoorbeeld, vegetarisch. Echt? Ja, heerlijk. Wat is je favoriete gerecht om thuis te maken? Nou, ik wilde iets vegetarisch noemen, of mag het niet, of niet per se vegetarisch? Nee, wat jij wil. Maar kip uit de oven, daar ben ik gewoon het allerbeste in. Ja? Ja. Superkip. Superkip. En melanzane vind ik ook heel lekker. Het is een beetje lasagne zonder lasagnevellen. En jij? Favoriete gerecht om thuis te maken? Ja? Ja, ik denk... Je had laatst al onmogelijk prutje gemaakt met... Oh, I love prutjes. Ja, wat was dat nou ook alweer? Prutjes is wel mijn specialiteit. Ja. Want ik werk altijd, ik kijk gewoon altijd in de koelkast, wat heb ik nog? En er zijn altijd dingen die op moeten en dan verzin ik daar eigenlijk iets mee. Kappertjes en zo. Kappertjes? Wortels kun je langer knapperig houden door ze een knipbeurt te geven. Verwijder het groene gedeelte van de wortels, zodat ze hun vocht beter kunnen vasthouden en ze langer knapperig blijven. Nadeel van zulke knapperige wortels is wel dat je tijdens het Netflixen niks meer kan verstaan van wat er gezegd wordt. Maar ja, door die verse wortels kun je wel weer beter zien wat er op je scherm gebeurt. Je wint wat en je verliest wat. Eigenlijk hadden wij als echte chefs ons haar moeten vasten natuurlijk. Nou, sterker nog, reken maar dat we een paar... boze brieven krijgen. Krijg ik altijd. Krijg ik in mijn e-mail. Ja. Gadverdamme. Dit is toch ook. Ik kan net zo goed stoppen. Ik vind dat ik me wel een beetje makkelijk ervan afmaak met groentesoep. Wat is de tijd? 25 minuten. Oh. Even naar mijn frietjes kijken hoor. Oh, kijk. Gaat goed. Wat is dit ook niet? Peterselie, krulpeterselie. Lekker om er straks op te gaan. Ja, ik zou het een beetje vers erop doen. Zo. Maar het ruikt hier op links al heel lekker hoor, uit dit pannetje. Ja, dat vind ik heel lief van je, Jet. Maar je mag niet liegen. Nou, ik ga de koekjes erin doen. Kijk, bij mij gaat het al een beetje spruttelen. Bij mij gaan het helemaal niet. Oeh, rustig. Het is nu alles uit of niet? Wat weet ik niet. Wat betekent dit? Nee, maar jouw pannetje ook, hè? Oh. Ja, dit is uit. Oh, we zijn er weer. Jet. Ik weet niet of ik antwoord ga geven. Wat is het raarste wat je ooit in je mond hebt gestopt? Jezus. Geen vieze antwoorden. Nee, maar dat is niet raar. Dat is geen insect of zo. Nee, ben je niet? Ben je een avontuurlijke eter? Nou, dat op zich wel, maar ik ben nog nooit echt in de gelegenheid geweest dat er... sprinkhanen of wormen te eten was. Zwezerik of zo, of hersentjes, of een geitenbal, denk ik ook wel een keertje. In Spanje, in San Sebastian was dat. Echt? Ja, alleen toen wist ik het niet. En ik vond het niet zo lekker. Toen ging ik naar de bar, was in een tapasbar. Toen ging ik aan de barman vragen, ja, wat zit ik eigenlijk te eten? Ja, maar je hebt het wel in je mond gestopt. Ja, ik heb het zeker in mijn mond gestopt. Dus ik denk dat het heftigste was. Ga je die raspen?
Nee, Marie, ja. Wel kijken wat je doet, anders gaan je vingertjes eraan. Ik heb me nog nooit zo'n kluns gevoel als vandaag, denk ik. Oeh, mijn frietjes. Is mosterd, Sam in huis? Mosterd mag. Marie, mag ik jouw ei? Nee. Dan hoef jij hem niet meer te gebruiken. Ja, maar ik ga hem wel gebruiken. Wat ga je gebruiken dan? Wat ga je maken dan? Voor rustige aardappelprakjes. Daar heb je echt geen tijd meer voor. Jawel, wacht maar. Ah, ik heb gewoon dat ei nodig. Hoe lang is de supermarkt? Ja, 6 minuten, heet je. Oké, ga ik. Ik zet hem op 10 minuten. Hoe moet ik? Maar ik heb een jas nodig. Ik wil niet ziek worden. Jas is daar. Nee, hier. Snel, jas. Ik heb geen geld. Ik wel. Handige schoenen omhoog trillen. Ja. Ik had de fiets moeten pakken. Schoenen. Kom maar. Ik heb echt nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in mijn eigen kookkunsten. Misschien moet ik even proeven, want dan win ik mijn eigen vertrouwen weer terug. En brand ik mijn mond. Ha. Welk doel dient het ei? Mayonaise mee maken. Mayonaise? Ik heb gewoon een handje maken, mayonaise maken. Oh jeetje. Ik moet binnen. Hebben jullie staafmixer? Ja. Zo voel ik me wel altijd heel stoer met een staafmixer. Alsof je zit, alsof je gewoon weet wat je aan het doen bent. Is het een idee als we straks terugkomen dat jij als een staafmixer voor mij pakt? Ja. In de stekker doet? Ja. Dan maak ik alles anders, hè? Nee? Ik vind het prima. Pastinaak prijshoek. Kan gewoon. Eentje naar links, rechts nu. Links, rechts. Die wil je hebben? Ja. Bliep. Ja, dit schiet je. Er wordt gecontroleerd. Moet je mij controleren? Ja. Ja, de vraag is, heb je nog genoeg tijd straks om mayo te maken? Oh, wow. Wow. Huh? Op deze vreselijke hakken. 5 minuten. Hoe lang hebben we nog? 5 minuten. En we hebben nog 9. Oh, jeetje. Op mijn hoge hakken. Hoe gaat het met jou? Met de rustie? Super goed. Maar ik zal wel wat afschappen. Oh mijn god. Neem het terug. Heb je nodig een bakje? Nee. Ja. Hey, of hallo. Zo'n, je bent niet de persoonlijke assistente, Max. Stop iets. Ben je honderd? Ja. Wat zeg ik nou? Beetje well done, dat is wel lekker toch, Max? Frietjes. Nee, Max houdt daar niet van. Goed. Wat heb je gehaald? 3 eieren. Ik wil even zelf mayo maken. Even zelf mayo maken? Ja, dat is echt het makkelijkste wat er is. Nou, ik heb ondertussen echt alles onder controle. Kijk, homemade mayo. Ja? Ik wil een bord, ik ga opmaken denk ik. En je weet altijd op je bordje oneven aantal, hè? Dus we doen niet 4 koekjes, maar 3 koekjes. Ja. 1 minuut. Niet. 1 minuut. Ik ben klaar. Doe maar zo. Jee, Marij. Kijk nou even wat je hebt gefixt. Nou. Handen los. Ja. Klaar. Skitterend. Oké, hoe vond je het gaan? Bij mij ging het eigenlijk wel goed. Ja, je hebt goed gevoel erover? Ja, ik heb goed gevoel erover. Zeker weten. Oké, we gaan de jury erbij halen. Jury! Hey. Daar ben ik dan, de jury! Dit is de veggie trio. Groentekoekjes met mozzarella erin. En zoete aardappelfrietjes en homemade mayo. En als toetje een beetje rode besjes met citroensap en honing. Oké, op creativiteit. Wat voor score geven we? Ik vind het zelf heel creatief. Maar ik was er ook blij dat jij dit binnen 0,3 seconden bedacht had. Dus je had hem ook gewoon klaarstaan. Dus voor jou is het volgens mij wel iets heel makkelijks. Klaarstaan? Fijn dat dit meegenomen wordt. Dus, ik geef het 3 punten op creativiteit. Wat? Van de 10? Oh. Op presentatie. Ja, ik vind het er wel echt heel gezellig uitzien. Ik geef dit wel 4 punten op presentatie. Ik vind dit zo'n leuk bordje. Ja, ik word helemaal blij als ik hier naar kijk. Wat lief dat je dit is een restaurantkwaliteit bord. Oké. Nou, naar smaak. Kijk
koffie. Ik heb nog nooit voor een jury gekookt. Zelf ingenomen blik ook echt, hè? Nee, eerst doorslikken, dan ga je combineren. Zo, yes. Mayo is excellent, is kiezen. Koekjes zijn heel goed van smaak, maar ik had ze krokanter verwacht. Dit geef ik een 3,5 op smaak. Weinig. Oké, we gaan over naar mijn gerecht. En dat is een soort van paniekspruit met een omelet van zoete aardappel. Maar ik vind niet dat je jezelf echt heel erg moet downgraden. Ja, kijk, nee, maar kijk mooie nou, dit ligt verkeerd is om ook nog eens. Verkeerd is om. Verkeerd is om. Kom uit Noord-Holland, even horen, ja. Nou, op creativiteit. Wat krijg ik? Het tegenovergestelde van wat ik net tegen Jet zei, heb ik jou bijna een half uur zien struggelen met überhaupt bedenken wat je gaat doen. Dus ik vind wel punten dat je hier op gekomen bent. Ik vind aan de ene kant de omelet aan het eind heel sterk, maar ik heb ook het idee dat je een beetje afgekeken hebt bij Jet, wat hij aan het doen was. Dus ik geef jou dezelfde 3 als ik Jet gaf voor creativiteit. Nou, daar ben ik nog heel blij mee eigenlijk. Het is nek aan nek. Nek aan nek. Presentatie. Ja. Ja. Nee, ik kan hier alleen een 3 voor geven. Een 3? Ja. Oh, dat vind ik nog heftig. Je hebt je best. Ik verdien geen 3, Max. Wees even realistisch. Ik bedoel, ik weet dat je... Je krijgt een 2,5. Ja, dankjewel. Als je per se geen 3 wil. Maar nu, de smaak. Ja. Heb je zelf een proefd, moment, moment of truth. Heb je zelf... De chef proeft, hè? Oh? Er zit ook gewoon zo'n heel bakje van kant-en-klare linzensalade in. Nou, maar hallo, er zijn al 3 happen, hè? Ik bedoel, bij mij neemt hij 1 hapje. Dat het is. Er gebeurt iets zoets wat ik niet verwacht. En dat zal die salade zijn. Het is wel lekker, maar ik proef ook de paniek. Niet. Zou je een heel bord kunnen opeten? Ik vind dat moeilijk. Ik durf dat niet zomaar hard op ja te zeggen. Ik vind dat. Want hoe is de nasmaak? Ja, dus er gebeurt van alles. Zoet en iets bitters nog. Ik wil echt zo graag zo'n geef proeven. Nee, ik kan dit niet hoger dan een 2 geven op smaak. Echt? Ja, het spijt me. Dus ik denk dat we. Ja, dit. Wie is er verrast? Wie is er verrast? Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Echt goed gedaan. Wil je een klein beetje proeven van mij? Ik wil heel graag proeven, dat gaan we zo doen. Want je hebt deze challenge gewonnen, maar je hebt vanochtend nog een challenge gedaan. Dus laten we daar eventjes naar gaan kijken. Oh ja, ik ben benieuwd. Kaas of vlees? Dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaassoufflé challenge. Een vegan souffletje voor mijn vrouwtje. Ik weet nog niet hoe die eruit ziet. Eet smakelijk. 3, 2, 1, go. Nou, sowieso is dat heel heet, of niet mijn... Oh jeetje. Oh jeetje. Oh god. Kijk, klein, klein, klein. Dan kan je alles in één keer opvreten. Eten, pardon. Ik vind het vooral mooi hoe je wel echt je tijd neemt alles netjes in gelijke stukjes te snijden. Oh ja, nee, dit gaat echt wel langer duren. Ja, er is echt niks voor mij en Marije, een beetje. Oh, het lijkt echt zo op mijn moeder. Ja? Ik moet eerlijk zeggen, best oké voor een vegan kaasvlees. Mond open. Mond open. Yes. Goed gedaan. Nou, wat denk ik? Nou, ik denk het eigenlijk ook wel. Ik denk... 1 minuut 10. Tromgeroffel! Ik denk 1-10. 1-10? Ja. Oké. Okay. Nou, zal ik het dan maar bekendmaken? Ja. Jouw tijd was... 0. Oh, alles is 0. Wat? 2. 2 minuten? Wat? 0-4-93! Wat een gezeik zeg. Een afgang. Ik denk dat je gewoon helemaal bent opgegaan in je kaasvlees. Dat time, weet je... Ik dacht dat ik het echt reet snel deed. Jeetje, wat een afgang dit. Kan gewoon niet. Maar ik heb wel gewonnen met koken. En dat 100%. Ja, daar zit ik op, dus dat is goed. Hey, hartstikke bedankt. Ik heb heel veel van je geleerd eigenlijk. Dus als je kliekjes in huis hebt, je kunt altijd groentekoekjes maken. Laat dat een les zijn. Oké, leuk dat je keek. Volgende gast, Sunny Verhoeven. Doei! Maak je lekker?